VHP-parlementariër Reshma Mangre heeft vandaag een partij beddenlakens en kussenslopen geschonken aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP. Voor Mangre is het belangrijk om terug te geven aan de gemeenschap. De volksvertegenwoordiger zegt dat de behoefte aan lakens al geruime tijd hoog is. Het is in feite onze plicht om dat te doen. En ik doe het met een oprecht hart en ik doe het uit liefde. Dit heeft niks te maken met de politiek. Dit heeft te maken als mens zijn, als volksvertegenwoordiger. Wil ik dat teruggeven aan de samenleving. Ik heb het verzoek natuurlijk gedaan aan de donateur. En de donateur wil meestal niet in beeld komen. Ik heb het verzoek gedaan en hij heeft het direct ingewilligd. Hij heeft het al meerdere keren hier gedaan in het ziekenhuis, maar een beetje op de achtergrond. En toen ik met het verzoek bij hem ging van, lieve donateur, kunt u me ook bijstaan? En welke bijdrage kunnen wij samen leveren aan het Academisch Ziekenhuis? Was hij direct willing. En vanuit deze plaats bedank ik Bombay Tours, Suriname International NV, de heer Suchi, voor de gesten die hij doet. En namens het ziekenhuis, maar namens alle burgers en iedereen in de samenleving wil ik de donateur bedanken. Het gaat om de schenking van een partij van 273 beddenlakens en 278 kussenslopen. Het gebaar is volgens het parlementslid een druppel op een hete plaat, maar Mangre verzekert dat er meer sociale projecten uitgevoerd zullen worden.